Hey, wat hebben we hier allemaal voor ons staan? Zo, we gaan biertjes testen. We gaan in deze pilsreview al deze pilsdingen die hier staan opdrinken en een punt geven. Ben je onder de 18? Niet doen. En dit is voor educational purposes. En daar is het. We gaan elk pilsje langs. We gaan lol maken. We gaan het een punt geven. En we gaan slap rappelen. Ik weet het nou al. Dat wordt echt humor. Tuurlijk. Eigenlijk wilden wij dit niet opnemen. Maar toen begonnen we. Want we wilden dit in onze vrije tijd doen. En toen dachten we, weet je wat? Dit gaan we gewoon opnemen. Want hallo, dan verdienen we er nog wel aan. Daarom hebben we deze al ingeschonken. Dit vloerrijke blik. Deze hebben we al geopend. Bij deze het geluid. Ik hoor het toch niet, man. Ja, nou is het net alsof iemand aan het zeiken is. Wauw, dat klopt nog meer. Dit is de Green Bullet India Pale Ale. Die gaan wij nu testen. Ik zou zeggen, proost. Chanté, surprise, de kater komt later. Dat moet je niet meer zeggen. Weet je wat het probleem van deze is? Hij heeft een beetje een mesboeket en een urineboeket. Dus het ruikt niet fris. Hij ziet er heel licht uit, een licht biertje. Maar als je echt gaat kijken... God, het drijft niet... Maar het is troebel. Er zitten allemaal poepstukjes in. Eens kijken, er zitten allemaal insecten in, man. Een heel micro-universum drijft erin rond. Ik sluit niet uit dat dit gewoon regelrecht uit, uit de riolering is gehaald. Maar... Als je groot fan bent van insecten en allerlei andere kleine beestjes... Kan deze in de smaak vallen. Is no possible. Maar welke tier? We gaan het in tiers. We gaan de video in tiers... gaan we het invullen. Welke tier gaan we deze dan zetten? Dit is een E voor mij. Het is een E'tje. Een E voor India. Het tweede biertje. Ja. De Pussyat en Kater. Ze hebben hun best gedaan om een tering slechte naam te bedenken. Oh ja, het geluid. Luister goed. Zo. En nu het belangrijkste. Dit ziet er toch echt verschrikkelijk uit, hè? Kijk eens. Dit is echt urine van een zieke oude man. Dat kan ook lekker zijn. Dat kan inderdaad lekker zijn. En geen vooroordelen. En? Lekker. Gadverdamme, dit is smerig. Prima biertje. Als ik het zou moeten omschrijven, op het moment dat je een slok neemt, dat er een hele kleine roel van velzen in je keel zit, die met een gigantische stok tegen je keel aanprikt en dan zo naar beneden glijdt. En het voelt bijna alsof ik moet kokken. Heerlijk. Ik ben fan. Ja, ik geef een tier A. Een tier A? Nee, tier B. Ik zou het niet te hoog inzetten, maar ik vind het een prima biertje. Het is een triple. Hij gaat er lekker in. Hij glijdt lekker weg. Maar dit bedoel ik. Als jij het een B geeft en ik geef het een F, dan komen we toch nergens. Nou oké, okay, geef dan een F. Noem maar twee lijsten. Dan doen we twee lijsten. Echt niet van die B af. Pussyat en Kater krijgt voor mij een tier F. Pussyat en Kater krijgt voor mij een tier B. Van Boerburgerbeweging. Ideaal gespreksonderwerp voor familiefeest. Op het moment dat ik het doorslik, dan krijg ik een soort bedolven mintsmaak in mijn keel geboord. Waardoor ik gewoon moet overgeven. Ik ga het ook niet meer opdrinken. Hier, jij mag het hebben. Dit is een absolute F. Dit is gewoon niet te drinken, man. Niet te harde dit. Niet te nassen. Godverdomme. Hij begint al te kwijlen. Ah, dat kan echt niet. Hij zat te huilen. Hij zat te huilen. Het is zo lekker. Goed, een beetje ondersneeuwen. Lekker smullen, jongen. Dan hebben we nu de Bon Chef New England. Dit is het belangrijkste. Is dat blik goed gemaakt? Gast, dit is mijn partijenkleur. Ik heb het gevoel alsof ik gewoon naar limonade zit te kijken. En jij zit te kijken naar... Ga je met me mee een bad samen in een bubbelbad van Tim Schalks? We gaan het testen. Dit is andere koek. Beter dan dat. Dit is beter. Dit is dan een IPA. Daar ben ik geen fan van. Want voor mijn gevoel, ik weet niet wat het betekent. International Pils Administration, zei jij wel een keer. Dat zou best kunnen. Een nieuwe studierichting. Dit smaakt voor mijn gevoel altijd naar... pils waar water bij gegooid is. Ik denk, als je echt dit koopt in je vrije tijd om op te drinken, dan moet je echt een enkeltje boeken richting het Pieter Baas Centrum. Dan moet je echt eens even goed gaan kijken wat er in dat bolletje van jou omgaat. En de kans is groot dat het dan niet helemaal pluis is. Ja, dit wordt alleen gekocht door mensen die hier video's over maken, denk ik. Ah, hij is niet beter dan de poesie. Ja, donder even heel gauw op. Je kan niet op je naam teren. Nee, dat is waar. Het gaat namelijk om hoe het smaakt. Deze krijgt van onze tier C. Super. We hebben nu de White Mamba. Hij is vegan friendly. Het boeien. 5%. Dat valt echt wel mee. We hadden net eentje van 8%. Dat klopt. Namelijk de Pussy en Kater. Weten jullie nog van 2 minuten geleden? Die was fucking smerig. Kut. Oh. Het vrein zit in de staart. Oh. Oh.
White Mamba komt zo te zien met een haar. Ik weet niet of jullie het zien. Ja, dat is een extraatje. Die ga ik aan mijn neus voorbij laten gaan. Ik zie hier weinig gebeuren. Het is een beetje een aquarium wat al eventjes niet is schoongemaakt. Nou. Dat is aardig, hè? Het is een smaakloze puddel. Dat klinkt als muziek in de oren. Zeker naar dit troep die we net gehad hebben. Want daar was te veel smaak. Maar deze, dit is gewoon water. Dit smaakt naar niks. De White Mamba krijgt van mij een B, want ik haat bier. Ik heb hier echt totaal niks over te zeggen. Dit is echt karakterloos. Karakterloos ja, bier. Kijk, deze was niet lekker, maar het was bomvol karakter, hè? Een smaakexplosie. Weliswaar hartstikke goor, maar wel een smaakexplosie. De White Mamba krijgt van mij 4 D. De White Mamba. Lekker. Ik vind ook triest, een wit biertje is altijd goed, maar deze is gewoon niet eens goed. Geef eens, oh, het is een wit biertje. Oh! Kijk, en dan verandert er een hoop bij mij. Ik geef de White Mamba een tier B. Het boeit me dus geen kloten dat het een wit bier is, maar toch bedankt voor je informatie. We hebben de volgende. Tilburgse Heer. Nee, waardeloos geluid. Het is gewoon een Duitser op een camping die naar het waterclozet gaat. Het ruikt ook naar een Duitser die naar het toilet gaat op de camping. Oh, dit bevat me helemaal niet. Nee, het is echt een smeerbiertje. Dit is echt... waarom zou je een vies biertje maken? Super dom. Ja, maak gewoon een lekker biertje. Ja. De Tilburgse Heer met... de ding is verweven, krijgt van ons in. Tier F! Op en top matig. Ik ga dit ook niet meer opdrinken. Ik ga dit gewoon door de gootsteen heen gooien. Nee, teempjes graven wie... Ja, nee, beste mensen, dat is even een kleine les voor de kijker thuis. Mocht dit nou ooit gebeuren, je zit in een studentenhuis. Ten eerste al verschrikkelijk, dus dat gun ik je niet. En er gebeurt dit. Steenpapier schaar voor degene die alles opdrinkt. Laat je niet gek maken. Want het ding is, niemand houdt je tegen. Gooi het gewoon door de gootsteen heen. En je bent ervan af. Het zou wel heel grappig zijn als we nou... Ja! Ja! Yes! En zo zie je maar weer altijd je kansen grijpen. Dit is echt een walgelijke streek. Dat jij nou weer steen op je schaar wil doen. Puur voor de video, want dat is dan grappig. Nou, goh. Dat was echt een uitdaging. Dat was echt even taai. De Affligium Triple Blond. Echt super lekker. En 9% maar liefst. Nou, Simon, dat ga je echt wel zeker aan. Want jij bent echt een bierdrinker. Nou, beter dan dit wordt het eigenlijk helemaal niet, natuurlijk. Dit is misschien wel wat. Dit is misschien wel wat. Dus dit is 9%. Dat is meer dan de vorige, hè? De vorige. De Affligium Triple Blond krijgt voor mij tier A. De Affligium Triple Blond krijgt voor mij tier B. Echt lekker bier. We gaan door naar de volgende. Het is Brouwerij Het Ei, maar de ei verkeerd geschreven. Dat ligt er overigens aan als je het over de lange ei hebt of over het ei als in het product wat de kip aflevert. Zo. Ik ben nu in het territorium aanbeland waar ik gewoon dingen op de tafel ga gooien. Ik heb ook altijd het item, het wordt steeds minder. Deze krijgt van mij geen zin meer om een rating te geven, want ik heb er mentaal geen energie meer voor. Ik geef dit gewoon een tier S. Gewoon om even lekker furoren te schroeven. De volgende is Paulaner München. Natuurtroep. Deze is echt goed hoor. Rechtstreeks uit Tsjernobyl. Hier is de München Natuurtroep. We gaan het proberen. Ik zou zeggen, proost en geniet ervan. Ik vind het echt niet normaal, hè, deze. Ik vind het echt heel goed. Mijn naam is Maurice. En ik zet Paulaner op TS. En ik zet de Paulaner Hefeweizenbier Natuurtroep op een hele mooie tier. Ah! Dit is de beste tot nu toe. Naar mijn mening. Maar dat zou ook kunnen komen omdat ik steeds minder van mijn 5 basiszintuigen onder controle heb. Ik heb ook het gevoel dat ik naar 2 verschillende camera's in kijk. Maar ik kijk momenteel allemaal. We hebben het volgende pilsje. Maar dit is geen pilsje. Wat? Dit is galipet. Wat is galipet dan? Dat is een appelsieder. Wat is dat? Weet ik veel. Een soort appelsap met alcohol erin. Misschien een keer iets anders. Dat helpt voor het herstellen van het smaakpalet. Ik ga hem open kraken. Dit lelijke bolle ding. Het is een beetje een soort flessificatie van Roel van Velzen.
Waar ruikt het naar? Naar kinderchampagne. Dat is een beetje mijn voorspelling. Het wordt een beetje kinderchampagne, Shores en Shimmy champagne. Dat is precies wat ik zei, toch? Harley Pet krijgt van mij een tier S. Die krijgen ze alleen omdat het een beetje licht is in de duisternis. Het smaakt naar Shores en Shimmy champagne. Harley Pet krijgt van mij een tier F. Duidelijke taal van Maurice. Nee, heeft gelijk. Kom maar, het is goed zo. De ene laatste. Wat gaan we uit? Er komt een eind aan. Het is een Roel van Velzen op een eenwieler. We gaan het gewoon proberen. Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn, want ik heb het helemaal gehad. Wauw, echt lekker. Tier S. Mij interesseert het echt geen klote meer. Wauw, dat hij zich zo aansluit bij mij. Unaniem. Wat een mooie prestatie voor de mensen van La Chouf. Ik baal van de kijkers. Ik zei net iets concreter. Ja. Door jullie zitten wij hier weer. Nou, het is totale onzin. Totale onzin. Ratten zitten wij hier. Totale onzin, want wij hebben dit zelf besloten, dus jullie hebben hier niks mee te maken. Allerlaatste pilsje is de afliggen blond. En we hebben de triple al gehad. Nou, die viel behoorlijk in de smaak. En nu krijgen we dus de blond variant. Dat is dus een redelijk zwakke fles om mee te eindigen. Nou, dat is fijn toch? Want ja, we zitten er allebei helemaal doorheen. Ik weet mijn eigen geboortedatum niet eens meer. Proost. Ik had de pleister het beste in één keer van aftrekken, hè? Echt lekker. Super lekker. Oh. Dappers. Vond jij deze video nou ook zo leuk? Doe dan. En laat een comment. De African Brawl krijgt van mij een tier S. Dankjewel voor het meedoen. Jongens, we kijken het enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Laat dan een duimpje omhoog op het kanaal, abonneer op het kanaal, druk op het belletje als jullie op de hoogte willen houden worden van toekomstige video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mijn naam is Simon, zijn naam is Maurice. Tot de volgende keer. Ik voel me echt niet goed.